الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. We gaan door met onze boek Nawaqid al-Islam. We waren gebleven bij degene die niet regeert met de wet van Allah Ta'ala, maar hij accepteert de wet van Allah Ta'ala wel. En hij ontkent het niet. Maar door andere redenen doet hij dat niet. Regeert hij niet met de wet van Allah Ta'ala. We zeiden dat deze persoon niet als kafir wordt verklaard. Maar hij heeft wel een grote zonde gepleegd. Hij heeft wel een grote zonde gepleegd. We zeiden ook dat sommige mensen hun als kafir verklaard, zoals Khawarij. En ze zeggen als ze niet regeren met de wet van Allah Ta'ala, ook al geloven ze dat de wet van Allah Ta'ala beter is, en dat het moet, ook al geloven ze zo, zijn nog steeds kafir geworden. En deze is de mening van Khawarij natuurlijk. We gaan door. We hadden bepaalde twijfels. Sommige twijfels van hun gehad. Vorige week. We gaan door met hun twijfels. Een van hun twijfels is. Of andere twijfels van hun is. Woord van Allah Ta'ala. Vers van Allah Ta'ala. Dat hij zegt. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَرَبِّكَ ik zweer tot jou, Rab, لَا يُؤْمِنُونَ ze zullen niet moslim zijn, mu'min zijn, حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ totdat ze jou als rechter zien, oordelen, als er een meningsverschil tussen hun is, dan zien ze jou als rechter, hakim. Als ze dat niet doen, dan zijn ze niet moslim. Je moet altijd, als je naar een ayah of een delil kijkt, moet je nooit naar één ayah of één bewijs kijken. Als je dat doet, kan je het verkeerd begrijpen. Over deze onderwerp moet je naar, of ja, welke onderwerp het ook is. Je moet naar alle bewijzen kijken. Daarom Khawarij hebben naar sommige bewijzen gekeken. En daarom zijn ze verdwaald. En precies andersom, Murji hebben ook naar sommige bewijzen gekeken. En daarom zijn ze verdwaald. Ahl Sunnah wal Jama'ah heeft naar alle bewijzen gekeken. En daardoor zijn ze Ahle Sunnah wal Jama'ah geworden en ze hebben de middenweg genomen. Hier staat duidelijk dat la yu'minuna, zijn niet moslim geworden. Antwoord is daarop. We zeiden natuurlijk, iemand die de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet als leider accepteert, niet als rechter accepteert, deze persoon is natuurlijk niet meer moslim. Deze persoon is kafir. Maar degene die hem wel als leider, als rechter accepteert mij, maar hij gehoorzaamt hem niet door zijn slechte daden enzovoort. Deze persoon is natuurlijk geen kafir, maar hij is moslim met een zonde. Hier in deze ayah, la yu'minuna, zijn niet moslim. Er wordt hier bedoeld, la yu'minuna imanan kamilan. Yani, complete islam. Zijn wel moslim, maar de complete islam, complete iman hebben ze dat niet. Wat is hun iman? Hun iman is zwak, naqis. Waarom zeg ik dit? Omdat sabab an-nuzul al-ayah, de reden waarom deze vers is gezonden,
staat in Bukhari en Muslim hadith Abdullah ibn Zubair. Er gebeurt een conflict tussen Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair is zoon van de tante van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En tussen een sahabi van Ansar. Conflict door water enzovoort. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft een oordeel. Door die oordeel zegt die sahabi Ansari, die ook tegelijk Badri is, yani die slacht van Badr yani, heeft meegevochten in Badr. Hij heeft gezegd, en kana ibn ammatik. Heb je zo'n oordeel gegeven, o profeet, omdat hij de zoon van je tante is? Dus hij is eigenlijk niet mee eens. Hij is wel mee eens met de oordeel van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, maar hij heeft niet in qiyad gedaan, yani overgegeven. Hij heeft zichzelf niet overgegeven. Daarom heeft hij gezegd, heb je zo'n oordeel gegeven omdat hij jouw zoon van je tante was? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, door zo'n woord werd de profeet sallallahu alayhi wa sallam boos. Als we kijken, profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft hem niet als kafir verklaard. En het kan ook niet zijn dat hij kafir, yani, een koefer doet, omdat hij Badri is. Omdat hij meegevochten heeft in Badr. En Allah Ta'ala heeft tegen hun gezegd, tegen de mensen die naar Badr gingen, I'amalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Doe wat je ook wil, want ik heb jullie vergeven. En shirk wordt niet vergeven. Dus dat betekent dat ze niet shirk of kufr zullen doen. Dat ze niet kufr of shirk zullen doen. Dus dat betekent dat de daad van deze sahabi niet kufr is of niet kufr en shirk is. Daarom degene die de profeet sallallahu alayhi wa sallam, daarom zeggen wij, degene die de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet als rechter ziet, het kan door twee redenen zijn. Eerste reden, persoon kan hem als rechter zien natuurlijk, een moslim. Maar het kan zijn dat hij hem niet volgt door zijn slechte daden, door zijn begeertes, door zijn begeertes. En deze persoon kan je natuurlijk niet als kafir verklaren. Als we zo doen, dan kan iedereen kafir worden. Hè? Volg iedereen, elke moslim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, in elke onderwerp. La, iedereen heeft tekort. Dus dat betekent niet dat ze kafir worden. Nee, dat ze zondes hebben. Dat betekent dat ze zondes hebben. En de tweede is, als ze de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet als rechter zien, dat ze zeggen, jij bent niet mijn, jij kan niet oordelen of jij kan mijn leider niet zijn. Deze persoon is natuurlijk niet moslim meer en daar zit ijma in. Zoals we dat eerder hebben gehad. Dus deze aya is niet echt duidelijke aya dat iemand als kafir wordt. Tijp. Andere twijfel van de Khawarij is, qawluhu ta'ala, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Heb je de mensen niet gezien die beweren dat ze naar Koran geloven en dat ze naar de boeken die eerder was gekomen, dat ze daarin geloven? يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. Zij willen de taghut als wetgeving zien. Zij willen dat. Deze aya, zoals Ibn Kathir rahimallahu ta'ala
dat ziet. Yuriduna irada qalbiyya. Ja, dat ze willen met hun harten. En deze, zoals Ibn Kathir dat zegt, deze ayah is verzonden voor de munafiqin. Want zij wouden, met hun harten willen ze, de taghut willen ze, alles wat, ja, je kan ook zeggen, alles wat gebeden wordt, of alles die zegt, ik heb de recht om oordeel te geven. Deze personen, deze mensen zijn allemaal taghut, of kahin, of sahir, enzovoort. Deze mensen zijn allemaal taghut. Daarom zegt Ibn Kathir, deze ayah is verzonden voor munafiqin, huichelaars. Daarom zegt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, in zijn boek, As-Sarim al-Minhaj al-Sunnah, hij zegt, degene die naar hun, op, of degene die op munafiqin lijkt, op iets, wil niet betekenen dat ze munafiqin zijn. Vreemd. Dus mensen die naar de andere rechters gaan, behalve Koran en Sunnah, als ze daarin geloven met hun hart, dat is natuurlijk dat hij ook munafiq is. Dat hij gelooft dat deze mens recht heeft om recht om oordeel te geven enzovoort. Deze persoon is natuurlijk munafiq. Maar als die gelooft dat deze persoon geen oordeel kan geven, maar door zijn begeertes volgt hij hem enzovoort. Hij heeft een eigenschap van de munafiqin gepakt, maar dat wil niet betekenen dat die munafiq is, zoals Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala in Minhaj al-Sunnah dat zegt. Andere ayah, twee Mas'ud. Andere ayah is qawluhu ta'ala, waar ze mee komen, de khawarij. Qawluhu ta'ala, wala yushriku fi hukmihi ahada. Hoe kan je dat deze vertalen? Wala yushriku fi hukmihi ahada. Allah heeft geen deelgenoot in zijn oordeel. Sahih, Allah heeft geen deelgenoot in zijn oordeel. En die persoon die regeert met de wet van Allah Ta'ala, die beweert niet dat hij de recht heeft om zo'n wetten te maken en te zeggen ik heb de recht op. Dat beweert hij niet. Hij beweert ik heb niet de recht, maar door mijn begeertes enzovoort kan ik dat nu niet doen. Deze persoon is natuurlijk geen kafir, maar als hij dat beweert, dat hij zegt ik heb ook de recht, ik kan ook beoordelen, het hoeft niet, de wet van Allah Ta'ala hoeft niet, ik kan dat ook doen. Deze persoon is natuurlijk geen moslim meer. Maar als die zegt, ja, Allah Ta'ala heeft de recht, maar ik kan door sommige redenen kan ik dat helaas niet doen. Deze persoon heeft een grote zonde gedaan, maar we kunnen hem niet als kafir verklaren. Andere ayah. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Zij hebben hun priesters en rabbijnen hebben ze hun als rab gezien, rab verklaard. De Khawarij zeggen dus dat betekent degene die niet regeert met de wet van Allah Ta'ala en je luistert naar ze, dat betekent dat jij ze als rab hebt gezien. En de bewijs daarvoor is hadith Adi ibn Abi Hatim. Toen profeet sallallahu alayhi wa sallam deze ayah reciteerde, zei Adi ibn Abi Hatim, wij zagen hun niet als rab. Hij was eerst een christen. Wij zagen niet hun als rab. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, alayza yuharrimuna ma ahallallahu wa tuharrimunahu.
verklaren zij niet wat halal is, dat het haram is, en jullie verklaren dat ook als haram? Hij zei ja. Of wat halal is, of wat haram is, verklaren zij door priesters enzovoort. Verklaren zij wat halal is, verklaren zij, of wat haram is, verklaren zij als halal, en jullie doen dat ook? Hij zei ja. En de profeet sallallahu alaihi wa sallam zei, dit is hun rab, dat betekent dat jullie hun als rab hebben verklaard. Hadith staat in Abu Dawud enzovoort, ook Hakim. Sommige geleerden zeggen dat het zwak is. De meeste zeggen dat het sahih is. Maar in deze hadith, deze hadith gaat over dat je iets, een haram als halal ziet, of iets halal en dat je het haram ziet. En dat is natuurlijk shir, kufr. Degene die dat ziet, is kufrnis Allah al-Afi. Die is niet meer moslim. En wij zeggen, degene die de wetten van Allah ta'ala, als die iets een halal haram maakt, en hij beweert dat het haram is, of een haram halal maakt, en hij beweert dat het halal is of haram is, dit is natuurlijk kafir. Daar hebben wij het niet over. Wij hebben het over iemand die dat doet, iemand die niet regeert met de wet van Allah ta'ala, maar hij beweert dat niet. Hij zegt, tijp, dit is haram enzovoort, maar. Deze persoon is natuurlijk niet kafir. Maar degene die dat beweert, zoals in deze hadith, die is natuurlijk geen moslim meer. Daar hebben wij het niet over. Vreemd hem? Ook andere bewijs waar Gawarish mee komen, is de hadith die in Abu Dawud en Nasai staat. Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah, ook Tirmidhi. Hadith Bara ibn Azib. Profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft een oordeel om iemand te vermoorden die met zijn moeder van zijn vader heeft getrouwd. Dus zijn vader heeft een vrouw. De vrouw van zijn vader. Dus de vader heeft later met iemand getrouwd. En daarna heeft de zoon van die vader heeft met die stiefmoeder getrouwd. Met zijn stiefmoeder. Dat is natuurlijk haram in islam. Want dat is jouw mahram. Je kan niet met hem trouwen. Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft oordeel gegeven dat hij hem dood moest maken. En de gewaren zeggen, kijk, profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft zo'n oordeel gegeven. Dat betekent, iedereen die niet regeert met de wet van Allah ta'ala, die is niet moslim meer. Die is murtad, van de islam afgetreden. En iedereen die van de islam aftreedt, die moet worden gedood, zoals het in deze hadith staat. Antwoord op deze hadith is, in deze hadith staat, nakaha zawjata abihi. Nakaha, dus die jongen is met zijn stiefmoeder getrouwd. Trouwen betekent dat je iets als halal verklaart. Dat je iets als halal verklaart. In de hadith staat niet hij heeft zina gedaan. In de hadith staat nekaha, yani getrouwd. En als je trouwt, dat betekent dat je dat mishra, dat je dat halal ziet. Omdat hij dat halal heeft gezien, heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam bevel gegeven om hem te doden. En we zeiden al eerder, degene die een haram als halal ziet, verklaart, die is natuurlijk niet moslim meer. En daar hebben wij het niet over. Wij hebben het over, hij ziet de halal, halal, haram, haram, maar hij doet het niet. Vreemd hem? Hij doet het niet. Dus deze hadith is ook eigenlijk niet een. Is geen bewijs in deze onderwerpen. Andere bewijzen van hun is. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu heeft met. Mani' al-zakat, mensen die de zakat niet gaven. Hij heeft ze als murtad verklaard. Hij heeft ze als kafir verklaard. Dus als jij een wajib, een fard,
niet doet, of dat je dat, als je dat niet doet, of als je dat niet regeert in je eigen land, dan ben je ook niet moslim meer. Zoals die mensen die de zakat niet gaven. Ze gingen niet met de wet van Allah Ta'ala, gingen ze niet regeren in hun land. Daarom heeft Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, heeft hij ze als kafir verklaard. Antwoord erop is, Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu heeft ze murtad verklaard, heeft ze kafir verklaard, sahih. Maar waarom? Omdat zij het ontkende. Omdat zij de zakat ontkende, want ze zeiden, profeet sallallahu alayhi wa sallam is doodgaan, خلاص er is geen zakat meer. Toen profeet er was, gaven we, maar profeet is doodgaan, er is geen zakat meer. Daarom heeft Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, heeft ze als kafir verklaard. Niet omdat ze de zakat alleen niet gaven enzovoort. La, ze gingen het ook ontkennen. Daarom waren ze kafir geworden. Deze zijn ongeveer, deze bewijzen zijn ongeveer de sterkste bewijzen waarmee ze komen. Zoals jullie ziet, als jullie met een ahle bid'a discussiëren of praten, en de bewijzen met die ahle bid'a komen, over die bewijzen moet je nooit bang zijn. Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimallahu ta'ala, zegt in zijn boek Kashf al-Shubuhat, hij zegt een ahle sunnah, één ahle sunnah, die de asl heeft, die de fundament heeft van aqidat ahle sunnah wal jama'a, kan meerdere ulema van ahle bid'a kan hij ze verslaan, weerleggen. Maar je aqida moet sterk zijn. Daarom als zij de aqida van ahle sunnah wal jama'a goed kent, dan moet je niet bang zijn van ahle bid'a. Maar dat is als je de aqida goed kent. Ik bedoel van niet bang zijn van nee, dat ze shuba. La. Je moet niet bang zijn dat zij sterke bewijzen hebben enzovoort. La, dat hebben ze niet. Sterke bewijzen enzovoort hebben ze niet. Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala zegt, elke bewijs die ahle bid'a komt, of die bewijs is is gebaseerd op een zwakke hadith enzovoort, of ze begrijpen die hadith of die ayah, begrijpen ze verkeerd. Dus als een ahle bid'a met een ayah komt of een hadith en het is een authentieke hadith, dan moet je even goed nadenken wat Allah Ta'ala met die ayah of wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam met die hadith wil bedoelen. En daardoor moet je naar de begrip van de Salaf al-Salih kijken. Tayyip. Al-Ghamis, de vijfde naqid is dus die iemand als kafir maakt. Man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa law 'amila bihi kafar. Degene die iets afkeer niet goed vindt, abghada yani haat heeft, afkeer heeft van wat profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gebracht, ook al doet hij dat, die is niet moslim meer. Wat Allah Ta'ala en zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gebracht, jij hebt een afkeer, je vindt dat niet leuk. Je zegt, in deze tijd kan dat toch niet. Hè? In deze tijd kan regime toch niet, bijvoorbeeld. Stenigen van een vrouw die zina heeft gepleegd, of een man die zina heeft gepleegd en die getrouwd was. Dan zeg je, in deze tijd kan dat toch niet. Je hebt een afkeer van dat. In deze tijd kan toch had niet, bijvoorbeeld. Hand afhakken van een dief, met zijn voorwaarden natuurlijk. Kan dat toch? Als je zo'n afkeer hebt, dan ben je geen moslim meer. Waarom? Omdat Allah Ta'ala zegt, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Zij hebben afkeer gekregen van wat Allah Ta'ala heeft gebracht, heeft gezonden, en daarom zijn al hun daden
vernietigd. Al hun daden zijn vernietigd. Dus als je een afkeer hebt, dan is dat dat je zegt, dit kan toch niet in deze tijd enzovoort. Dan is die daden allemaal vernietigd. Dat betekent dat je geen moslim meer bent. En precies andersom, ضده يعني tegenovergestelde van al-kurh is al-mahabba, is houden. Daarom shurut la ilaha illallah, de voorwaarden van la ilaha illallah. Een van die voorwaarden is, zoals jullie het weten, is mahabba, dat je houdt van wat Allah Ta'ala en zijn profeet heeft gebracht. Als je daar niet aan houdt en je hebt een afkeer, dan betekent dat je die voorwaarden van la ilaha illallah niet hebt nagekomen en dat je niet moslim meer bent. Taib. Er is een verschil tussen al-kurh al-tabi'i en kurh al-dini. Natuurlijke afkeren en een afkeer doordat de door dien, door geloof. Hoe moet je zo'n ding onderscheid maken? Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala zegt, onderscheid van maken is, je houdt niet van iets, bijvoorbeeld, door je natuur. En dan komt de wetten van Allah Ta'ala en zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam. Maar nog steeds heb je in jezelf van, je hebt een afkeer. Niet omdat Allah Ta'ala en zijn profeet het heeft gezegd, maar door je natuur. Het bewijs is, voordat de ayah kwam of hadith kwam, had je dat al. Vreemd hem. Ik geef een voorbeeld. Allah Ta'ala zegt, kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. Qital jihad is voor jullie fard geworden. En terwijl jullie dat niet haten, maar een afkeer hebben. Terwijl jullie een afkeer hebben. Qital, yani oorlog voeren, bloed enzovoort. Iedereen in zijn natuur heeft dat natuurlijk. Normale mens natuurlijk. Yani, ik bedoel de Khawarij natuurlijk niet. Normale mens heeft een afkeer. Ja, en dat is bloedvergieten. En dat vinden ze niet leuk. En voor de aaien kwam, vonden ze dat ook niet leuk. En na de aaien vonden ze dat ook eigenlijk niet leuk. Maar ze deden het. Ze deden de jihad. Dit is een natuurlijke afkeur. Vreemd hem. En ja, dit is natuurlijk geen haram of koffer enzovoort. Ook zo van een vrouw die niet wil dat ze man de tweede trouwt. Want voordat dat de aaien kwam, is ze in haar natuurlijke natuur, vindt ze dat niet leuk. Maar iemand vindt dat bijvoorbeeld leuk. En dan komt er een aaien en daarna vindt hij dat niet meer leuk. Dat betekent dat hij dat niet leuk vindt door de aaien. En dat is koffer. Vindt u me even? Dit is het verschil. Aya komt of hadith komt en daardoor vindt hij het niet leuk. Dit is koffer. Want dat betekent dat hij dat niet leuk vindt door de aya of hadith. Maar voordat de aya er was had hij al een afkeer in zijn natuur. Zoals bloedvergieten enzovoort. Of zoals tweede trouw enzovoort. En dat gaat door. Dat is natuurlijk niet koffer. Je kan een afkeur hebben, natuurlijke afkeer, maar je moet het niet verwerpen of je moet het niet zeggen, dit is niet de wet van Allah Ta'ala, het kan toch niet in deze tijd. Dat moet je nooit zeggen. Als je dat zegt, dan leidt het ook tot koffer. Vreemd hem? Maar iemand, een vrouw bijvoorbeeld, kan wel zeggen, ja, dit is natuurlijk hukmullah, hukmur rasool, sam'an wa ta'atan. Maar ik vind het in mijn natuur, in mijn tabia vind ik dat niet leuk. Dat is labas. Ja. Ze mag het zeggen. Ja, ze mag het zeggen. Dat ze zegt, in mijn natuur vind ik dat niet leuk. Niet dat het van Allah of de profeet sallallahu alayhi wa sallam is. Ja, nou.
Hij vindt dat niet leuk. Ja. Als hij van de mening is dat het niet wajib is, hij heeft die mening, hij heeft het onderzocht met Adilla, of hij thika, yathik, yani, hij vertrouwt op een geleerde die zo'n mening vindt, hij vertrouwt op hem meer dan die andere, dan mag hij die mening nemen. Dat is geen probleem. Maar hij moet niet zeggen, hij kan zeggen dit is een, die andere mening is een foute mening. Dat kan hij wel zeggen, want als hij dat niet fout vond, zou hij het hebben gevolgd. Dat kan daarom, als hij dat ziet, dat het een foute mening is of een zwakke delil islam is, dan zeg je een foute mening. Vreemd om geef. En ik hou niet van foute meningen volgen. Dat is geen probleem. Maar als die zegt, ja, dat is ook hukmullah en daar hou ik niet van, omdat het hukmullah, daar komt er een probleem. Had jij een vraag? Ja, bijvoorbeeld het afkeer van bepaalde wetten en altijd, maar dat doen ze dan uit onwetendheid. Is dat dan ook goed? Bijvoorbeeld het handen afhakken en dan iemand zegt van, het is niet meer van deze tijd. Ja. Maar dat doen ze uit onwetendheid. Ze hebben zich daar niet in verdiept. Ala kulli hal, uit onwetendheid, dan moet je dat waarschuwen. Je moet dat waarschuwen. Kijk, alles wat ik vertel, sommige dingen, dat een koffer is, wil niet betekenen dat die persoon gelijk kafir is. Er zijn bepaalde voorwaarden. Maar het is heel gevaarlijke kwestie. Dat iemand dat zegt, dat is heel gevaarlijk. Dan moet je, wat moet je dat doen? Je moet het uitleggen dat dit de hukum van Allah Ta'ala is. Dat dit kitab en sunnah zo is. En dat dit tot yawm al-qiyamah door zal gaan. Want huk ahkamullah, de wet van Allah Ta'ala, zullen niet veranderen. Sommige dingen, wetten zijn gewoon vast. Je kan niet zeggen van met je eigen mening, ik vind dat, ik vind dit. La. Ze zijn gewoon vast. En dit gaat tot yawm al-qiyamah gaat dit door. En als iemand dat zegt, is niet in deze. Dit is kufernis, Allah al-afiyat wa salam. Wat moet jij dat doen? Zij zeggen dat door onwetendheid. Jij moet dat uitleggen aan hun. Dat deze daad, uitspraak, koffer is. En dat het heel gevaarlijk is met bewijzen. Zodat hij het niet meer zegt. Vind je het lief? Degene die het vertelt, natuurlijk niet iedereen kan het vertellen. Ahlul ilm zeggen, degene die het vertelt heeft moet met bewijzen komen die van de kitab en sunna is en die duidelijke bewijzen. Als zij met duidelijke bewijzen komt, misschien kan jij het niet onderzoeken, maar je zegt aan een alim of een talib al-ilm, kan je me de bewijzen geven, zodat hij je de bewijzen geeft dat jij het aan hem geeft, dat hij met duidelijke bewijzen dat hij het leest. Nee, nou, dat is geen koffer. Hij ontkent het niet. Maar hij vindt dat tabi'i misschien. Hij vindt dat niet door natuurlijke dingen vindt hij dat misschien door andere redenen. Of dat het jeugd enzovoort vindt hij dat niet leuk. Maar hij zegt natuurlijk dat het van islam is. Als die het zodra hij het niet ontkent, daar is die punt. Ja. Hij moet het niet ontkennen. Hij kan wel zeggen, hij moet zeggen ja, dat het van islam is, kada, maar dat hij het niet kan doen, dat ik het niet echt mooi vind enzovoort. Dit is natuurlijk niet toegestaan dat hij dat zegt, maar dat betekent niet dat het koffer is. Vreemd. Naam. Over wat Benu Israël deed. Welke benen om kanu leiden naar Hona en Munkarim Fa'alu. Naam. En wat daarop lijkt, zoals nou, sommige mensen zeggen bijvoorbeeld, nee, je moet niet Munkar afraden en zo, weet je. Als je zeg maar Munkar ziet en je zegt iets van, dan willen ze dat niet. Is dat ook afkeer? Waarom willen ze dat niet?
Kijk, als ze het niet willen, door, omdat ze bang zijn, door misschien krijgen ze een slechte woord, worden ze gepest, of ze krijgen een slechte woord, ze zijn bang dat ze geslagen worden. Femkif, dat is haram. Dit is haram. Ze willen zeg maar de menigte houden, want je weet, bij sommigen is dat usul, yani. Ze doen zeg maar niet dingen waar een beetje kasua of shidda in zit, omdat ze dan zeg maar bang zijn dat... Het is haram, nee, dat is geen koffer, maar het is haram dat je een munker niet vertelt, verbod geeft, doordat je bijvoorbeeld een woord krijgt, slechte woord krijgt, doordat ze jou slecht zien enzovoort, dat is haram. Vandaar, van hun moet je niet bang. Verlaatig zo hun, wacht zo niet, word niet van hun bang. We hadden ook gehad. Als de gauf, de bangheid, jou tegenhoudt van wajib, van dat je de munker verwerpt, als zo'n bangheid jou tegenhoudt, dat is dat haram. Vind je? Dan is dat haram. Geen koffer. Wanneer wordt het koffer? Gauf? Als die bang van iemand. En door dat doe je een shirk. Bangheid wil ik hier niet bedoelen door je leven. Andere dingen. Of je bent bang van iemand dat die jou iets kan doen terwijl hij dat niet kan doen. Hij is in bijvoorbeeld in Marokko, een wali. Je bent bang van hem dat hij jou iets doet. Dat kan hij, want om iets te doen moet je bemiddelen gebruiken. Moet je je hand steken, moet je dit doen, dat doen. Als hij dat niet doet, kan je dat niet doen. Want zonder bemiddelen iets doen, dat is alleen een eigenschap van Allah Ta'ala. Als je daarin gelooft, dan is dat shirk. Maar sorry, sommige mensen bijvoorbeeld, hij kent de islam, hij weet over de islam. Hij wil bijvoorbeeld de islam ook accepteren, maar hij is toch nog... Ja, twijfelachtig of bang voor zaken, waardoor die toch niet... Dat is geen reden om islam niet te accepteren. Dat is koffer. Ook mensen in Jahiliya of in Mekka. Er waren mensen die de islam wisten, die ze te accepteren. Maar door hun Herakl bijvoorbeeld. Ja. En anders, door hun positie enzovoort werden ze niet moslim. Abu Talib. Door zijn positie werden ze niet moslim. Maar hun positie, door zijn positie. Maar dat betekent niet dat ze nog moslim zijn. La. Islam is, je moet het met je, ook al weet je het met je hart, je moet het met je tong en daden doen. Daarom zegt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, er is ijma tussen Ahl Sunnah wal Jama'a, degene die niet met zijn tong islam uitspreekt, ook al weet hij met zijn hart dat hij niet moslim is. En daar zit ijma' tussen Ahl Sunnah wal Jama'a. Ik heb een vraag. Hoe ga je met een situatie om als je bij een bijeenkomst bent, zoals bijvoorbeeld een bijeenkomst, je bent in een groep van 2 of 3. En er wordt bijvoorbeeld een uitspraak gemaakt, bijvoorbeeld van een uitspraak gemaakt over zeg maar, over bijvoorbeeld een uitspraak gemaakt wat zich bijvoorbeeld koffer is. Met geloof te maken, bijvoorbeeld, weet je. En hoe ga je met zulke situaties om? Je is bijvoorbeeld openbaard. En daar maak ik bijvoorbeeld uitspraak openbaard. Maar ja, jij als persoon, je weet dat het verplicht is. Maar jij als persoon, je kan het bijvoorbeeld die wijze moeilijk naar voren halen om hem te overtuigen van dat dit van de geloof is, of dat dit van de sunna is, dat dit verplicht is, zo en zo en zo. Maar dat je op dat moment, van hoe ga je met zulke soort dingen om? Maar als je bijvoorbeeld, je wilt, als je niet bij machten bent. Ala kulli hal. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala heeft een risale over al-hisba. Hisba is amr bil ma'ruf nahi aan al munkar. Hoe je met deze om moet gaan. Daar vertelt hij sommige dingen. Hij zegt dat het wajib is. Als je iets in slecht ziet, dat jij dat ontkent, dat je dat vertelt, is wajib. Voor iedereen, als je iets slechts ziet, is het wajib voor jullie. En haram, dat je dat
dat je dat uitlegt dat het haram is. Vreemd hem. Maar je moet wel uitkijken tussen nasiha en ta'yir. Het verschil tussen nasiha en ta'yir. Wat is nasiha? Nasiha is, je wil goede van die persoon. Je vertelt hem goede dingen, omdat je voor hem het goede wil. En ta'yir is, je vertelt hem goede dingen, omdat je hem klein wil maken. En het tweede is haram, eerste is soms wajib, soms mustahab. Vreemd hem. Sommige mensen, als ze iets slechts zien enzovoort, hun niyya, intentie is niet van ik wil hem nasiha geven. Nee, ik wil hem kleineren. Kada, dit is haram, daar moet je uitkijken. En ook, soms als je een munker ziet, als het leidt naar een grotere mafsada, grotere fitna, grotere, dan is het beter dat je dat niet doet. Daarom Sheikh al-Islam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala vertelt. We gingen met mijn sheikh. Toen zagen we de Tatar, de Mongolen, die gamr, die alcohol drinkte. En daardoor heeft sommige mensen, die naast ons was, waren boos geworden. Hoe kunnen jullie alcohol drinken enzovoort. En Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala zei, laat ze. Hij heeft dat verbod gegeven. Laat ze. Waarom? Het is beter dat ze alcohol drinken dan dat ze bloed van moslims vergieten. Als ze alcohol drinken, zijn ze tenminste bezig met hun dingen. Maar als ze nuchtig zijn, dan zijn ze bezig met vermoorden van moslims. Dus je moet kijken, als er een grotere mefsede in zit, dan moet je dat voorlopig niet doen. Maar als die mefsede klein is, dat die jou uitscheldt enzovoort, daarvoor moet je niet bang zijn. Vreemd hem? Nou. Over wat u net noemde, over sommige mensen doen het om ta'ir, en sommige mensen doen het inderdaad om een nasiha irad het isal geven. Nou. Maar wij kunnen toch moeilijk beoordelen wat iemand wil. Er zijn mensen die zo... Wij kunnen dat niet beoordelen. Iedereen beoordeelt voor zichzelf. Als jij een nasiha geeft, met welke intentie doe jij dat? Dat weten we niet. Jij moet jezelf beoordelen, niet andere mensen, vindt. Maar ook, zeg maar, uit ervaring ook, en het is bekend dat sommige broeders bijvoorbeeld, hij bekritiseert die ander omdat hij iets goeds probeert te doen. Iets goeds in onze ogen, ala dhahir. Nou. Begrijp je? Dus dan gaat hij het bekritiseren of dan gaat hij het, zeg maar... Maar terwijl wij weten die niet en niet. Kijk, natuurlijk, als hij ta'ir doet, is voor hem. Maar dhahir is correct. Soms kan het zahir zijn dat iemand bijvoorbeeld hem corrigeert tussen al die andere mensen. Ja. Dat hij hem verkleint. Dan is dat wel een bewijs dat hij een ta'ir wil bijvoorbeeld. Maar als die tussen hem en tussen die andere persoon is, dan is iedereen zijn eigen niet. Ja. Iedereen weet zichzelf beter. Maar sorry, je kan toch ook niet altijd alleen onder vier ogen dingen duiden. Dat gaat een beetje moeilijk. Yani keef. Yani. Wil je altijd tussen de mensen? Nee, ook niet. Nee. Maar soms zo. Want kijk, als je bijvoorbeeld laat gaan, misschien zie ik die persoon nooit meer. Nee. Maar dan heb ik toch niet nasiha kunnen geven. Maar goed, dit is ja inderdaad. Ala kulal, wat zelf heeft gezegd. Nou. Daarom zelf zegt: Aqbalu nasiha, wa la uhibbu ta'yir, wa la aqbalu. Zelf zeg ik accepteer de nasiha, maar ta'ir accepteer ik het niet. Vreemd? Okay. Dus, iedereen zijn eigen, iedereen kent zijn eigen niyya. Dus daarom, wij kunnen ook niet beoordelen, over mensen. Ik heb nog niet helemaal duidelijk, hoe ik met deze situatie omgaan, als een uitspraak maak, over iets wat... Ala kulal, die komt bijvoorbeeld als er... plaats iets waar ze slecht praten over Allah en zijn profeet, of je daar moet zitten of niet, die gaan we nog krijgen, inshallah. Tijp.
broeder had een vraag. Naam. Het is bekend als mensen je geloof aanvallen, alleen omdat je alles verergerd hebt, dat je het recht hebt om jezelf te verdedigen. Er staat in de eier, toen voor de slag bij Borden had. Betekent dat de commissaris in de openbaring kregen. Als je aanvallen, alleen omdat je alles voor het heilig gelooft, heb je het recht om jezelf te verdedigen en om hen ook te plunderen, als hun jou plunderen. Time. Maar als er nu bijvoorbeeld de wetten, als nu wetten komen dat we geen hoofddoek meer mogen, vrouwen geen hoofddoek meer mogen dragen, moskeeën mogen niet meer gebouwd worden, hebben wij dan recht om verdedigen, kijk, deze ahkam zijn, die geven alleen maar de grote geleerden. Grote geleerden geven alleen die fatawa. Daar kunnen wij niet beoordelen over dingen die te maken heeft met umma, met heel de moslims. Maar als er zoiets gebeurt, dan moet je aan grote geleerden vragen. En zij zullen zeggen, Allah alam, dat je hijra moet doen. Dat je weg van die land moet. Ik had nog een vraag. Ik was bij een etentje. We zaten allemaal op eten. Toen gingen ze pudding serveren. Want in de pudding zit gelatine, fucking vet. Ik heb niet van gegeten, maar ik durfde ook niet te zeggen van ja, het is haram. Omdat allemaal mensen bij aanwezig zijn. En je wilt niet zeggen van ja, wat jullie allemaal eten, is niet haram, omdat het fucking vet in zit. Ik weet niet of er, stond er duidelijk varkensgelatine in? Ja. Gelatine is... Varkensgelatine is niet toegestaan. Sommige mensen zeggen natuurlijk, ja, het verandert, kada istihala. Maar om dat te beoordelen, moet er een lejna zijn, ulama zijn, of dat echt ding is, daar kunnen wij niet beoordelen. Iedereen, zeg maar wat, maar varkens is altijd vet of niet, is haram. Maar staat volgens mij alleen gelatine. Er staat niet varkensgelatine. Als er geen varkensgelatine in staat, er staat gelatine in. Ja. Met schoel, het is, we kunnen niet zeggen het is haram. Maar als je dat voor de zekerheid niet eet, la best, eet het niet. Maar je kan niet zeggen dat het haram is. Maar als, als er duidelijk in staat dat er varkensgelatine is, dan moet je dat niet opeten. Zijn daar geen vertrouwen? Over? Gelatine is haram. Varkens gelatine is haram. En de ulama kutub al-fiqh, waarin staat sommige dingen, als het heel weinig is, daar heb je een procent, dan kan het veranderen zijn. Dat om ze istihala. En om, dat is juist. Maar in die producten, hoeveel procent zit die varkens vet in? Want als het heel weinig is, heel weinig, dan kan het misschien veranderen. Maar als het boven die limiet is, dan zien ze dat niet als verandering. Dus om zo'n oordeel te geven, moet er een lejna zijn. En moeten ze dat even kijken, hoeveel procent erin zit, enzovoort, enzovoort. En dan geeft een lejna, een comité, geeft een fatwa. Vreemd. Omdat er niet zoiets is hier in deze land, omdat we het niet weten, gaan wij naar de asl dat het haram is. Tijp. Assadis, zesde ding die van islam betreedt, maakt, die je van islam betreedt. Men istahza'a bi shay'in min din ar-rasul aw thawabi Allahi aw 'iqabihi kafar. Degene die spot met de dien van de profeet sallallahu alayhi wa sallam of de thawab, de beloningen van Allah of de straf van Allah Ta'ala, deze persoon wordt kafir. En hier zit ijma erin. Ik ga dus degene die spot met Allah Ta'ala of zijn profeet of iets met islam, met de baard bijvoorbeeld, met iets van sunnah, met hoge korte broeken, vreemd hem, iets van sunnah, degene die spot met sunnah of Koran of profeten, deze persoon wordt kafir. Ook al weet hij dat het, ook al doet hij grapjes, vreemd hem, hij gelooft in Allah en zijn profeet, maar hij doet gewoon grapjes, gewoon spotten, grapjes maken, kada. Ook al gelooft hij in zijn hart, en het is nog steeds
Het verandert de hukum niet. Hij wordt gewoon kafir. Daarom zegt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala: "Wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab." "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Als hij aan de ayah zegt, als hij aan hen vraagt, zullen zij zeggen: "Innama kunna nakhudu wa nal'ab." Wij gingen spelen. We gingen spelen, ja, we deden grapjes. We deden grapjes over islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala zegt: Allah ta'ala heeft met hun tong heeft hij dat verteld. Als het niet waar was wat hun zeiden, zou Allah ta'ala dat uitleggen in de Koran. Hij heeft niet gezegd ze liegen. Hij heeft gewoon gezegd wat hun zeiden. Dus dat betekent dat ze de waarheid spreken. Ze deden alleen maar grapjes. Vreemd hem. Alleen, ook al doen ze grapjes, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Na jullie iman zijn jullie kafir geworden. Dus iemand die spot met de islam enzovoort, deze persoon, ook al is, ja, doet hij grapjes, ook al weet hij in zijn hart dat het grapje is, dat hij gelooft enzovoort, deze persoon wordt kafir. En over deze mas'ala zit er ijma in. Er zit ijma in, en ijma heeft Al-Qadi Iyad, Ibn Munzir, Ishaq ibn Rahuya, Muhammad ibn Sahnun van Malikiya en Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala hebben deze ijma overgeleverd, dat deze persoon kafir wordt. Nou, tevandaan. Als een persoon, hij ziet iets niet als verplicht, hij denkt dat het niet van de dien is, en hij maakt dan een grapje over, maar het is wel van de dien. Nee, dat niet. Als hij het niet weet, hij dacht niet dat het van de dien is, dan niet, want hij ziet het niet van de dien. Maar hij weet dat het van de dien is en toch doet hij bewust, dan wordt hij kafir. Daarom, Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, er wordt zo'n vraag gesteld aan Sheikh Uthaymin. Degene die spot met de stem van Muaddin. Wat een lelijke stem enzovoort. Wordt hij kafir of niet? Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala zegt: als hij spot met hem door de adhan zelf, dan wordt hij kafir. Door de adhan. Maar door zijn eigen stem, niks te maken met adhan, maar door die stem zelf, dan is het haram. Zeg. Ja. Nou. Heel veel moslims gewoon, zelfs in moskeeën, die spotten gewoon met dingen. Als je bijvoorbeeld binnenkomt, heb je zelf gehoord, dat ze kijken, diegene met die rok of met die dingen is binnengekomen, begrijp je? Dat zijn allemaal spotten. En dan beginnen ze te lachen, begrijp je? Nou. Een keer hoorde ik ook iemand zelfs over paard, hij zegt, kijk, hij heeft gewoon een bos daar. Hij doet de bomen, bossen. Hij laat het niet lachen. Nee, dit zijn serieuze dingen. Dan lachen ze, begrijp je? Nou. Dus dan zijn er heel veel moslims met deze woorden zijn uit de islam vertreden eigenlijk. Ala over deze mesele zit er ijma in. Over deze mesele zit ijma in. Hun zijn gewoon aan het lachen. Dat is... Ze zijn echt een groot sparidig. Ja, over deze mesele zit er ijma in. Dus in ieder geval, we kunnen zeggen, ook al zeg ik niet dat die persoon zelf kafir is, maar ik kan wel zeggen dat hij gevaarlijk is. Vreemd. Want je moet, kijk, als zij het weten dat het van de dien is enzovoort, dan weten ze dat het van de dien is. En ook die sahaben die grappen maakten met de profeet, zij wisten ook dat het van de dien is. Alleen grapje maken even van hun. Zij zeiden: we hebben niet argaba botonen, wala akdaba elsunen, wala ajban aindallika. Zij zeiden: we hebben niet die mensen die kafir waren geworden door spot, zeiden: we hebben zijn de meeste eters. Hij bedoelt de profeet en de sahaba. Ze eten veel. En zijn bang. En wat was het derde? Akdab al-Sunan. En ze liegen veel. Vreemd. Ze weten profeet, kada, ze weten. Maar ze deden grapjes. Doordat ze, en toen kwamen ze naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Ze zeiden: ja Rasulullah, wij waren in de
in de sefer, in de reis. Het was moeilijk, we wouden ons een beetje, we wouden een beetje lachen, een beetje vermaken. Daarom zeiden we dat. Profeet sallallahu alayhi wa sallam ging deze aya reciteren. قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. على كل حال دارم زخ إيمان دي تويت دات فان دي إسلام إس أن هاي سبوت دي بيرسون وورد كاف مار أس هاي دينكت دات إت نيت فان دي إسلام إس باي فوربيلد فهمت باي فوربيلد كورت بروك هاي دينكت مسخين زاي هاب دات نيو سكت كذا كذا هاي ويت نيت دات فان دي سنة إس دور زين جهر ديزي بيرسون وورد نيت كافر door zijn jahl. Maar als hij weet dat het van de sunna is en hij gaat toch door, dan wordt het gevaarlijk. En als hij niet bewust is? Ik denk dat sommige een beetje onwetendheid hier in Eindhoven, onwetendheid in die zin van, ze weten de ernst niet van, het gevaar niet van de hukm, begrijp je? Taib, ik weet, taib, dat weet ik, maar de gevaar, daqiqa, wat? Shabab, daqiqa. Maar de gevaar, er zijn een paar dingen gebeurd in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ze wisten de gevaar van die ding niet, maar profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ze niet als andere dingen. Hij heeft die had nog gedaan aan hen. Die straf heeft hij het nog aan hen gedaan. Vreemd. Ik geef een voorbeeld. Er was een man kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei, mijn zoon heeft zina gedaan met die vrouw van Kada. En ik heb het gevraagd aan de mensen en zij hebben gezegd, je moet zoveel schapen geven en dan en die vrouw zoveel zweepzagen is genoeg. Zij wisten de hukum niet van zina enzovoort, maar toch hebben ze het gedaan. Profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, geef de schapen terug. Je zoon, hij was niet getrouwd, krijgt 100 zweepslagen. En die vrouw wordt rejim gedaan. Ja, en ook al, als ze weten dat het haram is, dan is dat genoeg. Als ze weten dat het haram is, dan is dat genoeg. Daarom, ja, deze messaïl, je moet echt oppassen en mensen waarschuwen. Want veel mensen, zoals jullie zeggen, weten het niet. Nasallahu alaihi wa sallam. Dus je moet mensen waarschuwen dat het heel gevaarlijk kan zijn. Nou. Er zijn twee dingen. Ma'rifat al-hukm, hukm hadha lil haram, wa ma'rifat yani al-iqab. Ma'rifat al-iqab idha stu idha sta'za'at. Nou. Misschien wel weet je wel dat het van het deen is, maar misschien weet je niet dat wanneer jij spot, dat je dan in een haram valt. طيب الجهالة هاي weet niet dat het van de dien is of niet. Maar hij weet dat het haram is enzovoort, maar hij doet toch. على كل حال kijk. أهل العلم wat over جهالة, zij komen alleen, zij geven يعني يعذرون. Excuus, ze geven excuus alleen wat ze echt niet weten. Ze doen shirk, ze weten niet dat het shirk is. Kada. Daar geven ze een excuus. Maar iemand die weet dat het haram is, maar hij doet het toch, daar geven ze geen excuus. Want ze zeggen, het is jouw eigen schuld, je wist het. Waarom doe je het? Dus, alakulla, daarom, ik zeg natuurlijk niet dat iedereen die spot enzovoort, gelijk een kaver zegt. Nee, maar je moet wel... uitleggen dat koffer is enzovoort en mensen vertellen. En daar ook ulema, als je aan de ulema vraagt, zij zeggen, kada, wie dit doet is koffer, wie dit doet is koffer. En dan vragen ze over bepaalde mensen, zeggen, al mas'ala khatira, ja, de mas'ala is gevaarlijk, het kan tot koffer leiden. Ik zei dat غضب هو لا قال شيء الآن سأحكم بكتاب الله تعالى فقال اترك الماء حتى يبلغ الكعبين ثم أرسله over the spot er zit iets mee in zoals ik dan zei er is volgens mij nog wel
een andere situatie. Dat is de situatie dat als iemand echt heel onwetend is, of heel onbewust, bijvoorbeeld door extreme blijheid of extreme boosheid. En hij zegt dan zo'n kalima van koffer, of hij doet wat lijkt op istiza, of wat istiza is, of iets wat valt onder een van de 10 punten. Jan door... fout. Hij maakt een fout. Gewoon, of menselijke fout bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn natuurlijk wat anders. Ja. Wij geven hier alleen een hukum aan. Een algemene oordeel. Maar als je tot personen komt, dan moet je kijken of de voorwaarden en zo er zijn. En die a'imma die je net noemde, zoals de Taymiyyah, is dat ijma? Zij hebben de ijma overgeleverd. Van alle geleden. Als er ijma is, dan betekent dat van alle geleerd is. Ja. Nou. Blijf, zo'n Thani. Taib. Taib, degene die... profeet sallallahu alayhi wa sallam... over profeet sallallahu alayhi wa sallam yasubbuhu, yani scheld, uitscheld. Deze persoon wordt natuurlijk profeet, of als spotten al kuffer is, dan is yani, uitschelden natuurlijk erger. Dit is natuurlijk kuffer, sallallahu alayhi wa sallam. En degene die profeet sallallahu alayhi wa sallam uitscheldt, die wordt kafir. En volgens de jumhur, meeste geleerden, zijn toba wordt niet geaccepteerd. Dat wil betekenen, hij kan misschien tussen toba doen tussen Allah Ta'ala en tussen zichzelf. Daar kunnen wij niet bemoeien. Maar in deze wereld wordt hij afgemaakt. In het islamitische land natuurlijk. Vreemd hem. In deze wereld, ook al doet hij toba, hij zegt ik heb toba gedaan, kada. Volgens de jumhur wordt hij afgemaakt. Als die profeet sallallahu alayhi wa sallam uitscheldt. Er is ook een andere mening dat de toba wordt geaccepteerd. Ja, dat hij niet afgemaakt wordt totdat hij toba doet. Maar de jumhur, zoals Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah zegt in zijn boek As-Sari Ibn Maslul, dat de juiste mening is dat hij afgemaakt wordt zonder toba. Dat de toba niet geaccepteerd wordt. Waarom, als we naar de hadith kijken, profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft veel mensen gestuurd die profeet sallallahu alayhi wa sallam gingen uitschelden. Sommige shu'ara, sha'ir, yani gedichter, die de profeet sallallahu alayhi wa sallam uitschelden. Profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft mensen gestuurd om hun te doden. En hij heeft niet gezegd, ja, wacht eerst, misschien wordt hij, doet hij toba, misschien wordt hij moslim, kada. La. Ook een man die blind was, heeft zijn vrouw doodgemaakt die de profeet sallallahu alayhi wa sallam uitschelde. Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, inna damaha hadar. Haar bloed is vergoten, hadar, yani. Je hebt het goed gedaan. Je krijgt geen dia of zo. Vergietingswater. Het is waard wat je gedaan hebt. Zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Daarom de meeste geleerden ook. Iemand ging Abu Bakr, zoals het Abu Dawud staat, ging Abu Bakr uitschelden. En toen zei iemand tegen Abu Bakr, zal ik hem doodmaken? En Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu zei, dat dit alleen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam is. En in deze ether zit hij niet... Abu Bakr zei niet, ja, alleen als die toba doet, kada, la. Dit is alleen voor profeet. Dus degene die de profeet uitscheldt in een islamitische land, wordt met een land die regeert met wet van Allah Ta'ala, die wordt natuurlijk afgemaakt. Nou, vandaar. Je hebt verschillende soorten had. Had murtad, en murtad, wat je zegt voor zondes. Nou. Net als deze persoon van die mensen uitschatten, dat is echt, dat is moord daarin.
Dat is moordet, naam. We maken hem af omdat hij kafir is geworden. Maar als hij toba doet, tussen hem en tussen Allah, dat is tussen hem en tussen Allah Ta'ala. Maar wat betreft schelden van profeet sallallahu alaihi wasallam, daar kijken wij niet. Of van Allah Ta'ala ook. Vreemd. Naam. Sorry, maar de massieve hem dan nog als kever. Als die toba heeft gedaan, van, dat is niet bijzonder, als die toba heeft gedaan, als die, ja, daar... Ja, hij zegt dat hij toba heeft gedaan. Hij zegt dat hij, tijp, dan zien we hem als moslim. Maar dat betekent niet dat we hem niet dood maken. Nee. Waarom? Want... Dat is geen twijfel. Dat is door iedereen die dat doet, kan dat doen en dan zegt ik heb toba gedaan. Je maakt die deur open. Vreemd. Maar als die weet, als ik tegen de profeet sallallahu alaihi wasallam iets slechts praat, dan... Word ik gedood, kan hij dat niet doen. En een moslim kan nooit profeet sallallahu alaihi wasallam uitschalen. Dat betekent dat zijn hart 100% goed is. Slecht is. Dat er geen geir in zit. Daarom wordt hij gedood. Zijn er ook even verschillende maken tussen die het verschil? Als die toba heeft gedaan, we maken hem dood. We doen wel salat al-jana enzovoort, omdat we kijken naar de zahir. Maar als die geen tawbah heeft gedaan, khalas, kafir. Ja, la yusalla alayhi. La yusalla wa la yudfan fi maqbarat al-muslimin. Dat is een verschil. Naam. Taib. Taib, straks inshallah. Taib, we gaan even door inshallah. Sorry, verduidelijking. Nee, kijk, ik heb laatst heb ik ook een beetje die gedachte gehad. Ik weet niet of het verkeerd is of wat het is. Maar kijk, wij mensen, wij zijn allemaal geschapen of voor Jinnah of voor Jahannam, toch? Nee. Eén van de twee. Dus bijvoorbeeld net als die mensen die nou allemaal Allah uitschelden, openlijk en zo, en Rasool loslas en Merkada. Als ze nou bijvoorbeeld zeggen dat ze moslim worden kunnen, ja, niet accepteren wij hun islam? Of? Als ze zeggen dat ze moslim worden nu, hier, bedoel ja, je? Ja, voordat ze worden veroordeeld door islamitische rechters. Als de mes'ele niet naar qadi gekomen is, ja, niet naar de rechter gekomen is, ja, dan accepteren we het. Maar als de rechter naar, als de mes'ele naar qadi gekomen is, dan accepteren ze het niet. Net als de had. Net als de had. Hoe dan ook, we moeten ze doden. Hoe dan ook. Alakulla, er is ook een andere mening. Ja. Dit is de sterkste mening, inshallah. Ja. De sterkste mening is... Als de qadi, ja, als de mes'ele naar qadi komt, naar de rechter, en het wordt bewezen dat hij dat echt heeft gedaan, khalas. Dan is dat klaar, afgelopen. Maar als het niet naar de qadi gekomen is, dan is dat tussen hem en tussen Allah Ta'ala. Ja. Dat is ook moslim, voor moslim, voor iedereen. Alleen Abu Hanifa ziet Al-Dhimmi, een kafir die in een islamitische land leeft, en hij scheldt de profeet uit. Abu Hanifa, rahimallah, zegt hij wordt niet gedood. Hij wordt in de gevangenis gezet. Ik bedoel, als een kafir, als professor, maar dadelijk hij wordt moslim, dat man gaat niet tellen met dit. Als die moslim wordt, alles. Dan zijn al zijn zonden zijn vergeven, zo. Maar hij is er ook had of niet? Als het bij de rechter is. Nee, als die moslim wordt, dan is het wat anders. Nee, maar, sorry, later, als die moslim wordt. Sorry, ustad, maar kijk, het gaat erom, wij doden hem toch? Bedoel je, daqiqa was. Sorry. Bedoel je... Hij scheldt de profeet uit en dan zegt hij, ik ben moslim geworden. Ja, gelijk. Nee, dan niet. Dan niet. Dat betekent dat hij toba heeft gedaan. En toba wordt niet geaccepteerd. Maar stel je voor iemand die kafir is, hij scheldt de profeet gedaan. En later wordt hij moslim. Dan wordt natuurlijk geaccepteerd. Zijn zonden worden vergeven. Maar als wij hem kunnen doden... Doden we hem ook? Wij kunnen niemand. Niemand doden. Niet zomaar. Nee. Ik heb natuurlijk, broeders, ik heb natuurlijk hier over islamitisch land. Ja, tuurlijk. En in islamitisch land, die,
niemand doet ja, wat in ze, met zijn eigen ideeën enzovoort. La, dat doet de rechter, de land, de hukuma doet dat. Sorry, oosted, dat is ook wat ik bedoel. Hè. Ik bedoel dat ik niet, we gaan hier zo of daar mensen aanvallen. Ja, ja, ik weet jou, ik ken jou. Ja. Geen MSG. Ik bedoel, stel dat zo iemand dan toch de rechtbank bereikt weer. Ja, in, bijvoorbeeld in Israël, we praten ook over Israëlische land, niet over hier. Ja. Israëlische land, zo iemand, hij staat bekend daarom en later hij wordt toch opgepakt en hij bereikt de rechtbank. Maar hij was daarvoor niet moslim of kada en dan heeft hij toba gedaan. Hij, ja. Wat bedoel je van eerder, vroeger had hij dat gedaan? Ja. En daarna jaren. Hij is moslim, hij zei, ja, hij heeft toba gedaan, moslim geworden. Kijk. Dan wij accepteren hem islam, maar wij moeten hem nog doden voor. Nee, nee, dat niet. Dat niet. Nee, nee, dat niet. Hij heeft onderscheid gemaakt tussen twee. Dat is, ik heb onderscheid gemaakt van. Moslim en niet-moslim. Iemand die beledigt of uitscheldt, en daardoor wordt hij gepakt. Daardoor. En dan wordt het, zegt ik heb toba gedaan. Die toba wordt niet geaccepteerd. Maar stel je voor, iemand had ooit profeet sallallahu alaihi wasallam uitgeschelden. En daarna, later heeft hij toba gedaan, hij is moslim geworden, kada, kada. En daarna komen ze van, ja, je hebt dit gedaan en dat gedaan. Dat is wat anders. Dat is, want die mes'ala is niet naar de qadi gekomen. Is niet naar de hakim gekomen, naar de rechter gekomen. En ook, en qadi zullen het niet accepteren, Allah alam, omdat hij zou zeggen, waarom ben je niet eerder gekomen? Enzovoort. Als die zelf komt, of met getuigen. Vreemd. Er zijn mensen die zeggen, ik heb gehoord van hem, dat hij zo zei. Ja, maar als hij zegt, ik heb niemand anders gaat hem brengen, hij zegt van, ja. Dit en dit gedaan. Als die toba doet, dan moet hij niet gaan. Anders wordt hij gedood. Dan moet hij gewoon toba doen. Ja, dat is duidelijk. Ja. Hier zijn ook volgens mij volop bewijzen over dat sahaba bijvoorbeeld. En net die ene sahaba die zei, u was de profeet sallallahu alaihi wasallam, u was de meest persoon zeg maar die ik haatte. Ja. En toen hij weg bij hem ging, hij zegt, nu bent u de meest liefste persoon zeg maar bij mij. Ja. En Omar ibn Khattab die onderweg was om hem te vermoorden, om de profeet sallallahu alaihi wasallam te vermoorden. Maar dus wij zeggen al dat... Sorry bro, dat is anders. Waarom? Nou, ja, dat is belediging en schelden en zo, weet je, dat is een beetje, je weet toch, dat is, dat is. Kijk, daar komt hij zelf, daar komt hij zelf van, ik word moslim, kada, vreemd. Daar, als hij scheldt enzovoort, en daarna wordt hij moslim, khalas, we accepteren zijn islam, en alles wat hij heeft gedaan, wordt vergeven. Maar iemand die scheld en daardoor wordt hij gepakt. Vreemd. En dan zegt hij, ja, ik doe toba. Kada. Vreemd. Daar zit die probleem. En deze tweede, veel meerdere geleerden accepteren dat niet. Zoals Maliki, Hanabila. En Shafi'i weet ik niet, Allah alam. Hanabila, Maliki en kathir van Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah enzovoort. Tijd. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala zegt in zijn boek As-Sarim al-Maslul. Hij zegt, ik heb van meerdere mensen gehoord, toen ze naar jihad gingen, wouden ze kastelen heroveren enzovoort, maar ze konden het niet. Omdat die kasteel heel sterk was. En ze gingen wachten, omsingelen en wachten, dagen, misschien maanden. Totdat die kuffar de profeet sallallahu alayhi wa sallam ging uitschelden. Toen ze de profeet sallallahu alayhi wa sallam uitschelden, toen kwam de faraj, toen kwam de overwinning. Binnen een paar dagen kwam de overwinning van ons. Dus daarom zegt Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, degene die de profeet sallallahu alayhi wa sallam uitscheldt, Allah ta'ala zal hem niet laten. Allah ta'ala zal hem nooit laten. Yani binnen enkele dagen of maanden. Maar er zal een eind aan hem komen. Zegt. Hij zal vernietigd worden. Naam. Tayyib. Sabbul Anbiya. Het is natuurlijk dat je. Uitschelden van onze profeet. Is koffer. En uitschelden van andere profeten. Is ook koffer.
ook welke profeet het is, als je een van die profeten uitschalt, dan ben je geen moslim meer. Dan ben je geen moslim meer. En daar zit ook ijma in. Ijma heeft Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala overgeleverd in zijn boek As-Sarim al-Maslul. Sabbu azwaju an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ik weet niet of het waar is. Het is zo dat als een man of vrouw getrouwd is en ik zeg maar wat, een man pleegt zina. Is de vrouw verplicht van hem te scheiden? Of bijvoorbeeld als je niet scheidt van je man, dat je dan net als jij elke zin hebt gepleegd. Je bent dan verplicht van je man te scheiden. Als je man bijvoorbeeld zina heeft gepleegd of je vrouw zina heeft gepleegd. Ala kulli hal, als die persoon niet die persoon moet tauba doen. Als die niet tauba doet, dan niet. Als die niet als die man niet tauba doet, yani Allah alam yahda, yani of het verplicht is, ik zou het niet weten. Even kijken, inshallah. Hoe staat? Even voor de duidelijkheid. Een vrouw kan niet scheiden. Alleen gulle. Nee, dat bedoelt hij, Jan. Nee, maar ik weet niet, want ze hebben ook gezegd als een man alcohol drinkt, dat vrouw recht op van haar man te scheiden. Nee, maar vrouw verwerpen. Ja, dat bedoelt hij, maar vrouw heeft recht om te laten scheiden. Ja. Zij scheidt niet zelf, ze gaat naar de rechter scheidt. Ja. Vrouw, in sommige situaties heeft de vrouw daar recht in. Zoals als de man bijvoorbeeld zina doet, maar of het wajib is, dat moet ik even kijken. Maar in zulke dingen heeft ze, als die niet bidt, dan moet die scheiden bijvoorbeeld. Als de man, als de man niet goed is, als de man, als die niet onderhoud doet, als de vrouw, je steekt je jenne. Als de vrouw van hem sommige dingen klaagt, maar die man is niet schoon enzovoort, dat soort dingen, dan heeft die vrouw recht om te scheiden. Ala kulli hal. Er kwam een qadi, een rechter, in Saudi-Arabië sprak ik met een rechter. Ik vroeg aan hem, wat was de raarste zaak die je ooit hebt meegemaakt? Hij zei aan mij, er kwam een vrouw. En die vrouw zei, ja, mijn man die is visser. En altijd komt hij thuis en hij stinkt. Vreemd. En hij was ze niet. De vrouw zei, ik wil scheiden, Jan. Dus Qadi zei, ik heb hem geroepen, de man. Zei, Jan, als je niet schoonmaakt elke dag. Als je komt, dan ga ik je laten scheiden. Die man was bedouw, hij zei, je kan me niet scheiden. Hoe ga je mijn vrouw laten scheiden? Ik heb de recht. Qadi zegt, ik doe het. Hij zegt, je kan het niet doen. Kada, ik doe het. Nee, ja. Toen zei die man, als jij mijn vrouw laat scheiden, ga ik ook jouw vrouw laten scheiden. Dus, ja, nou, wat ik wil zeggen, de rechter heeft recht om te laten scheiden, Jan. طيب قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. De mensen die spotten, waren dat moslims die kafir werden door de spot? Of waren ze al kuffar, yani waren ze munafiqin? Er is twee meningen. Sommigen zeggen dat ze munafiqin waren. Zoals Mujahid enzovoort, Qatada enzovoort. En andere geleerden zoals Sheikh Islam Ibn Taymiyyah, Muhammad Ibn Abdul Wahhab, zij zeggen dat ze moslims waren en dan werden ze kafir. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nadat jullie moslim waren, zijn jullie kafir geworden. Ook al zeggen we dat ze munafiqin waren, dat betekent niet dat dit ayah alleen voor munafiqin waren. Vreemd hem. Dus iedereen die net als de munafiqin doet, die wordt
kafir. Yani iedereen die net als hun doet, munafiqin, yani spotten, die wordt kafir. Tayyib. Sabbu azwajin nabi sallallahu alayhi wa sallam, spotten of uitschelden van de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Er zit ijma dat iemand die beledigt of spot, iemand die Aisha radiyallahu ta'ala anha beledigt met zina, dat die kafir is. Want er is aya dat ze geen zina heeft gepleegd. Wat betreft andere vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, iemand die ze beledigt, iemand die ze uitscheldt, of ze kafir worden, is er twee mening, maar de jumhur, de meeste geleerden zeggen dat ze ook kafir worden. Iemand die de vrouw van de profeet sallallahu alaihi wasallam uitschelde. Waarom? Omdat iemands vrouw uitschelden is eigenlijk de man uitschelden. Vreemd. Dat betekent die man heeft haar niet kunnen opvoeden enzovoort. Daarom zegt Allah ta'ala, At-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. De goede mensen, goede mannen, die is met goede vrouwen. Goede vrouw die is met goede mannen. Dus de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn uitgekozen om vrouw van de profeet sallallahu alayhi wa sallam te zijn. Daarom zijn zij de beste vrouwen, yani van ummet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dus als je een van die vrouwen van de profeet uitschalt, dat betekent dat je de profeet sallallahu alayhi wa sallam uitschalt. Dat betekent dat ze, dat de profeet, dat je beweert, de profeet heeft niet de juiste vrouw gekozen. Allah Ta'ala heeft niet de juiste vrouw gekozen voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat wil je beweren. Daarom de meeste geleerden zeggen dat dat ook kufr is. Sabbul Malaika, uitschelden van de Malaika, van de engelen, dat is ook kufr en daar zit ook ijma in. Ijma heeft Qadi Ayyad in zijn boek Al-Shifa overgeleverd. Sabbu Sahaba, uitschelden van de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala zegt in zijn boek As-Sarim al-Maslul, laatste deel van zijn boek, uitschelden van Sahaba, iemand die de Sahaba uitschelde, dat is natuurlijk niet toegestaan. Omdat de profeet zegt, la tasubbu ashabi. Scheld mij ashab niet. En iemand die de sahabe uitscheldt, die is niet meer van Ahl Sunnah wal Jama'ah. Maar er zijn vier categorieën. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimallahu ta'ala zegt, men sabbahum li amrin kufri kafir. Degene die hun uitscheldt door iets kufr. Zoals dat hij zegt, Ali is een ilah. Dat is eigenlijk uitschelden. Yani. Ali is een ilah, is Allah. En Ali is ilah en daarom zijn die andere sahaba slecht bijvoorbeeld. Kada. Dit is kufr en daar zit ijma in. Tweede is, degene die sommige sahabis uitscheld, niet door hun dien, maar door de dunya. Dat hij zegt, deze sahabi is gierig bijvoorbeeld. Deze sahabi was zo door iets dunya. Wereldse zaak. Deze persoon is niet kafir, maar is van Ahlul Bid'ah. Die is niet van Ahlul Sunnah wal Jama'ah, maar hij is van Ahlul Bid'ah. Maar mag ik wel zeggen, Omar had een bepaalde woedeaanval, dat hij snel boos kon worden? Alakulal, kijk. Dat hij daar bijvoorbeeld de fout had gemaakt toen Profeet Sallam overleefde. Kijk, Ahlul Sunnah wal Jama'ah, die ziet de sahaba niet als ma'soom. Ze zeggen niet dat ze geen fouten kunnen maken. Wij zeggen dat ze fouten kunnen maken. Vreemd. Maar we zeggen wel dat hun fouten niks is tegenover hun goede daden. Vreemd. Wat ze gedaan hebben met de profeet sallallahu alaihi wasallam, jihad enzovoort, islam verdedigen enzovoort. Als je dat vergelijkt met hun sommige fouten, is dat niks. En ook Ahlu Sunnah wal Jama'ah, alles zegt, alles die leidt naar dat je over sahaba slecht praat, daarover moet je niet praten. Is haram. Daarom praten ze meestal niet over
wat er gebeurd is tussen de Sahaba. Conflicten enzovoort. Praten ze niet. Deze zaken doen ze niet tussen de mensen open. Alleen tussen talab al-ilm kada. Alleen tussen om te weten, om de waarheid te weten. Maar om tussen de mensen enzovoort, dat je conflicten vertelt aan de mensen, wat conflicten van de Sahaba, is niet van methode van Ahl Sunnah wal Jama'a. Daarom Ahl Sunnah zegt, alles die leidt naar dat je over Sahaba slecht praat, daarover moet je niet praten. En over dat praten is haram. Daarom over deze dingen, over Sahabi's slecht praten, ook al is het waar. Vreemdgeef, ook al is het waar, moet je niet. Over deze dingen moet je niet praten. Tayyip. Dus door wereldse zaken, sommige Sahabi's uitschelden is niet koffer, maar is bida. En je kef, derde is, en je kafira aksarahum. Dat hij de meeste Sahabi's als kafir ziet. Meeste Sahabi's. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala zegt, dit is koffer. Iemand die de meeste Sahabi's als kafir ziet, die is koffer. Hij zegt ook, wa man shakka fi kufrihi fa huwa kafir mithluhu. En degene die twijfelt over zijn koffer, hij wordt ook kafir net als hem. Waarom als hij de meeste Sahaba als kafir ziet? Dat betekent, ja, wie heeft de Koran en Sunna aan ons overgeleverd? Dat is Sahaba. Daarom zegt een van de zelf, Abdullah ibn Mubarak, hij zegt de Rafida, Shiite, ja, zij konden niet direct naar Koran, zij konden niet direct naar Koran en Sunna aanvallen. Dat konden ze niet. Daarom hebben ze de overleveraars van de Koran en Sunna hebben ze aangevallen. En dat zijn de Sahaba, radiyallahu ta'ala anhum. En yani, daarom degene die de meeste Sahabas tekfir doen als kafir ziet, die is kafir, sallallahu alaihi wa sallam. Daarom, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, in zijn boek, zegt in zijn boek Minhaj al-Sunna, hij zegt als je de, hij praat over Rafida, hij zegt als je de Joden vraagt, wie is de beste mensen in jullie omme, in jullie volk, ze zullen zeggen, de vrienden van Musa alayhi salam. En als je aan de christenen vraagt, wie is de beste mensen van jullie omme, ze zullen zeggen, vrienden van Isa alayhi salam. Als je aan de Rafida vraagt, wie is de slechtste mensen in jullie omme, ze zullen zeggen, vrienden van Mohammed sallallahu alayhi salam. Daarom in deze ding is Rafida erger dan de Joden en de Christenen, sallallahu alaihi wa sallam. En ook Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah zegt over Rafida. Als de Rafida vogels waren, waren zij de gieren geworden. Gier, toch? Asgier. Asgier. Omdat ze vies zijn, ja. Eet karkas en zo, toch? Ik weet niet. Vierde is degene die sommige sahabis als kafir verklaren en sommige niet. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah zegt hada mutaraddidun fihi. Over deze mas'ala is er ikhtilaf. Yani taraddud, yani aarzelen. Is dat kufr of niet? Het is natuurlijk, hij is niet van Ahl Sunnah, maar of het kufr is of niet, er is khilaf tussen Ahl Sunnah en Jama'a. طيب. الجالسون مع المستهزئين. Mensen die zitten met de spotters over Islam. Dat is natuurlijk haram. Omdat Allah Ta'ala zegt, إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. Als jullie mensen horen die spotten met ayatillah, met de versen van Allah, en ontkennen van ayatillah ta'ala, فلا تقعدوا معهم. Zit niet met hun. Dus je mag, dan mag je niet met hun zitten. Of je moet ze waarschuwen,
dat je de nahi aan de munker doet, dat je het nee, je moet het vertellen dat dat slecht is, dat dat koffer is. Als je dat niet kan, dan moet je niet met hen zitten. Als het niet toegestaan is dat je met mensen die alcohol drinken, dat je met hun zit, dan is het ook niet toegestaan dat je met de spotters zit. Maar, alaikussalam, als je met hun zit, is dat koffer of niet? Er is twee situaties. Eerst is, als je met hun zit en ze spotten, als je daar tevreden mee bent, als je dat goedkeurt, dan is dat koffer. Ook al spot jij niet, dan ben je ook geen moslim meer. Maar als je dat niet goedkeurt, en je vindt dat niet leuk, maar je zit gewoon daar, dan is dat haram en geen koffer. Nou. Sorry? كيف؟ الجلوس بغرض النهي عن هذا الأمر. طيب هذا هو المفروض أنك تجلس معهم وتنهى عن المنكر، لكن إذا ما استطعت فلا يجوز لك أن تجلس معهم. أصي متون زيت أمت فرتالة ضد سلخت ضد سنتولك نهي عن المنكر. متكنس. أصي ضد نيت كان دون نم متشنيت متون زيتة. نعم. Misschien een aantal voorbeelden noemen wat geen spot is. Kijk, soms als je bijvoorbeeld misschien een broeder zit of zo, als je bijvoorbeeld die misschien wat hoort, maar je denkt van ja, dan ga je misschien denken, misschien kijk, jij ziet hem als spotter misschien, of je twijfelt daarom. Je ziet als spot of je twijfelt daarover. Dus in zulke situatie of zo, wat moet je doen? Moet je vragen, geef hem een goed doel. Hij weet niet zeker dat het spot is. Soms hoor je misschien een uitspraak of zo. Ja, soms hoor je misschien een uitspraak gaat denken hij is daar spotten. Terwijl hij dat niet als spotten ziet. Sa? Allahu alam, ik weet niet precies wat zijn dingen. Moet je kijken. Ala kulli hal. Kan je mee bedoelt of kan je het gaan misschien zien? Spotten is, yani, duidelijk. Iedereen die het als spotten ziet. Iedereen die, ja, of de meeste mensen zien dat als spot. Ja. Misschien ziet hij niet als spot of kada kada. Maar als je het ziet, de meeste mensen zien dat als spot. Dat is spotten. Araf en nas. Soms kan ik wat zeggen, in een ander land is dat niet spotten. Maar hier is dat bijvoorbeeld spotten. De mensen weten het. Tussen de mensen is dat bekend. Alakulan, sowieso. Als je zo'n iets hoort dat het mujmel is. Het kan spotten zijn of het kan niet spotten zijn. Het kan zijn dat hij iets anders wil bedoelen of het kan zijn dat hij iets anders wil bedoelen. Als het zo is, dan zeggen we niet gelijk dat deze persoon kafir is natuurlijk. Dan moeten we vragen, wat wil je bedoelen? Als je iets koffers wil bedoelen, dat is koffer. Maar als je iets anders wil bedoelen, dan is dat geen koffer. Als het spotten is, als het duidelijk is, bedoel ik, dan vraag je, hoef je niet te vragen. Maar als het niet duidelijk is, dan kan je, dan moet je even wachten. Dan kan je niet gelijk zeggen, dit is koffer en zo. Maar je moet hem wel waarschuwen van, broeder, het kan zijn dat het spotten is of dat het iets anders wil bedoelen. Je moet altijd weg van die woorden waar vaag is, waar shubuhat in zit. Tijp, hier zijn wat vragen. Ta'wil in de naam van een eigenschap van Allah Ta'ala, waarvan bewijs is gehaald uit de Arabische taal, een bid'a, maar geen koffer is. Waarom? Yani, er wordt gevraagd, waarom is ta'wil geen koffer, maar bid'a? Wat is de bewijs daarvoor? Ahlul ilm, de ulema zeggen, zij zeggen, ta'wil is in twee gedeeld. Eerste is, yani, verdraaien. Als het in Arabische taal mogelijkheid heeft, als dat een mogelijkheid heeft in een Arabische taal, dan is dat geen koffer. Tweede ta'wil is, het heeft
In, eerst is in Arabische taal heeft het heeft een mogelijkheid. Tweede is, het, in Arabische taal heeft dat geen mogelijkheid. Heden. Zoals hoe de Batinië het doet. Ik geef een voorbeeld. Bijvoorbeeld, verdraaien van hand van Allah Ta'ala. Als je Ahlul Bid'a zeggen, er wordt bedoeld met de hand van Allah Ta'ala, de kracht van Allah Ta'ala. En dan kijken we in het Arabische taal. We moeten naar Arabische taal kijken, omdat Koran en Sunnah Arabisch is. Is dat mogelijkheid er? Mogelijkheid? Ja, kan er worden met hand, kan het zijn dat het kracht wil bedoelen? Kan, in het Arabisch wordt dat gebruikt. Zeggen, mijn hand is sterker dan jouw hand, ja, mijn kracht. Dat zit in de Arabische gedichten enzovoort, zit dat. Is bekend. Als dit zo is, dan zeggen we dat het geen koffer is. Waarom? Zij hebben eigenlijk een kleine bewijs die voor hun is. Het is geen bewijs, maar het is een shubha, het is een twijfel. Want zo'n mogelijkheid is er. Wij zeggen, sahabe heeft dat niet gedaan, klaar uit. Dan doen wij dat ook niet. Vind je? Dan gaan wij het ook niet verdraaien. Zij zeggen, in Arabisch kan dat, dus we doen dat. We begrijpen het zo. Daarom, Ahlul Ilm ziet dat niet als koffer. Omdat het er een mogelijkheid is. Maar bij sommige dingen, zoals hoe de Batinië het doet, daar zit geen mogelijkheid in. Als die zegt van... dat kan ook nog. Daar is ook een mogelijkheid. Shubuhat enzovoort. Batinië, ze zeggen bijvoorbeeld, sommige Batinië, er wordt bedoeld met salat, dat je één keer moet, of iets anders zeg maar, dat je salat wordt bedoeld, je hoeft niet te bidden, maar je moet goede dingen doen. Sport. Je moet goede dingen doen. Met zakat wordt er bedoeld, je moet een goede mens zijn. Vreemd. Met Siyam wordt er bedoeld dat je Ali moet prijzen. Zoals sommige Batinië dat zeggen bijvoorbeeld. In Arabisch is dat geen mogelijkheid. Salat, Siyam enzovoort. Wat heeft dat te maken met Ali? In Arabisch kan je dat niet zien. En deze zien ze als koffer. En Batinië, zoals Ismailiyya, Alevite, Ismailiyya. En deze zulke groeperingen, die zien ze niet als moslim. Maar Ashaira, Maturidiyya, omdat er zo'n mogelijkheid is, in Arabische taal, die zien ze bid'a, maar niet kufr. En bewijs daarvoor is, er was een sahabi, radiyallahu ta'ala anhu, die ging alcohol drinken. En hij zei dat die alcohol toegestaan was. Dit is koffernis, sallallahu alaihi wa sallam. Maar Umar radiyallahu ta'ala heeft hem geroepen. Hij zei, waarom doe je dit? En die sahaba zei, las een ayah. En die ayah was, als jullie aan Allah ta'ala geloven en Allah ta'ala vrezen, dan is het, dan kunnen jullie alles eten en drinken. Dan kunnen jullie met de ni'am illahi ta'ala, met de ni'am, yani, gunsten van Allah Ta'ala kunnen jullie doen wat jullie willen. En hij zei, ik ben mu'min en ik vrees Allah Ta'ala, dus ik kan eten en drinken wat ik wil. Kijk, hij begrijpt die ayah verkeerd, maar hij kan het zo ook begrijpen. Vim, die twijfel is er in die ayah. Daarom, Umar radiyallahu ta'ala anhu heeft hem niet kafir verklaard, hij heeft hem verteld dat dit... Dat er zo wil bedoelen met die eieren. Nou. Na de vragen zijn we al klaar. Fout in aqida is automatisch koffer. Bedoel de fout in zichzelf. Hebt niet over een individu. Dus als u dat achterwege wil laten. Sorry. Fout in aqida is automatisch koffer.
Ik bedoel de fout in zichzelf hebt niet over een individu. Dus als u dat achterwege wil laten. Okay, niet elke fout in aqida is koffer. Dit is fout. Jana. Niet elke fout is in aqida koffer. Er zijn sommige fouten die niet koffer zijn. Die van Ahle Bida zijn. Er zijn sommige fouten die ook niet Bida is. We kunnen zeggen dat is een foute mening. Maar we kunnen niet zeggen Bida. Vreemd. Bijvoorbeeld gilaaf tussen... De sahabe heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam Allah ta'ala gezien of niet gezien? In Mi'raj. Dit is een gilaaf tussen de sahabe. Vreemd hem. En de juiste mening is dat hij hem niet heeft gezien. Zoals Aisha radiallahu ta'ala anha dat zegt. En die andere mening zeggen wij. Ja, dat het een zwakke mening is. Maar we kunnen niet zeggen bida of zo. Vreemd hem. Dus, en sommige fouten, die zijn bida, zoals verdraaien van de eigenschappen van Allah Ta'ala. En sommige fouten, die zijn kufr, zoals wat we net hebben gedaan, Janne. Spotten met de dien, dat is kufr, Allah Ta'ala. Dus niet elke fout is kufr of bid'a. Het kan ook zijn dat het een meningsverschil is. Taib. Is het ook zo dat je op reis mag gaan met een groep mensen zonder mahram? Hajj en dergelijke dingen. Wat betreft op reis gaan zonder mahram, als het zonder groep is, dat een vrouw alleen gaat bijvoorbeeld, daar zit te vaak in dat het haram is. Als ze alleen gaat, dat is haram. Maar als ze met een groep gaat zonder mahram, daar zitten twee meningen in. De eerste mening is dat het niet toegestaan is. Waarom? Omdat er een duidelijke bewijs is. Er komt een man naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij zegt, ja Rasulallah, uktutibtu fi ghazwati kada wa kada. Hij zegt, ik ben in deze, ja, voor deze jihad ingeschreven. En dan zegt hij, maar mevrouw is naar Hajj gaan. We hebben het Hajj. Ze is naar Hajj gaan, zonder mij. Wat moet ik doen? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, laat de jihad en ga naar je. Haal je vrouw in. Ga naar je vrouw. Hanabila, zij zeggen, profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft die man niet gevraagd, is die vrouw oud, is ze met groep, hij heeft haar niet gevraagd, was die vrouw oud, was die met groep enzovoort. En ahlul ilm zeggen, as-sukut, adam as-su'al, fi mawqi al-haja, ta'um. Zij zeggen, als ze niet vraagt, als de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet vraagt, terwijl er een behoefte was, dan betekent dat dat algemeen is. Dus ook al is die oud, ook al is die met groep enzovoort, je moet gaan, je moet met je vrouw gaan. Zonder mahram mag ze niet gaan. En tweede mening is, als het met mahram is, als het met een groep vrouwen is, dan is het toegestaan dat ze met groep vrouwen gaan. En deze mening is van imam Shafi'i en imam Malik.
En zij bekomen bewijzen van sommige sahabis, zoals Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, en sommige sahabis, die hebben zo'n toestemming gegeven. En ze gingen ook naar Hajj, sommige sahabis, met een groep, met een groep vrouwen. Ze gingen gewoon naar Hajj, zoals Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu zo'n fatwa heeft gegeven. Ja, en Allah alam, wat de juiste mening is. Alle twee bewijzen zijn sterker. Yani. We kunnen zeggen, sahaba radiyallahu ta'ala anhum, die wisten ook hoe ze de hadith moeten interpreteren enzovoort. Maar de hadith is ook heel erg duidelijk. Ik kan niet, Allah alam, ik kan niet echt beoordelen. Yani. Nou, ja, er is verschillende meningen. In Saudi-Arabië zeggen ze meestal dat het niet toegestaan is. Maar er zijn ook ulema die zeggen dat het toegestaan is. Ze komen met deze athar, sahaba, radiyallahu ta'ala. Ik durf niks te zeggen. Is het alleen specifiek met het Nee, ze zeggen ook voor als het andere reizen, zeggen ze ook. Dit is een ding, methel, ja. Andere, als het veilig is, als het met een groep is enzovoort, dan zeggen ze dat het wel kan. Nou. Groep vrouwen? Meestal is groep met mannen ook erbij. Niet alleen vrouwen. Hé, hun ding moet er zijn natuurlijk. Niet alleen vrouwen. Mannen en vrouwen die geen mahram hebben. Is het zo dat de voorwaarde dat zij bijvoorbeeld een boodschap doen? Of een vrouw alleen boodschap doen? Nee, hier gaat het over ding. Over reizen. Okay. Het gaat over reizen. En ze komen ook met bewijs van profeet sallallahu alayhi wasallam zegt, er zal een tijd komen dat een vrouw helemaal naar Kaaba gaat, op reis gaat, zonder mahram. Dat ze veilig haar hajj doet enzovoort en dat ze terugkomt. Vreemd. Deze hadith staat in Bukhari of Muslim, een van die twee. Zeg, kijk, als het veilig is enzovoort enzovoort, dan kan de vrouw gewoon gaan met de groep. Nou. Wat kunnen wij hierop zeggen? Dit is wel eens gezegd als bewijs. Nou. Wat zouden we hierop kunnen antwoorden? Wat kunnen we doen? Want dit is wel een beetje zegt. Zij zeggen de andere mening. Zij zegt, profeet sallallahu alayhi wa sallam geeft zo'n nieuws. Maar dat betekent niet dat dat toegestaan is. Vreemd. Hij zegt, dit zal gebeuren, maar wil niet betekenen dat dat toegestaan is. Bij profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, er zal een tijd komen voor qiyama, de zina enzovoort zal veel worden. Vreemd. Maar wil niet betekenen dat het toegestaan is. Zij zeggen het min babel ikhbar. Taip. Maar ik kan zeggen, als je van de twijfels weg wil gaan, dan ga je met mahram. Is er ook een stukje noodzaak? Kijk, Ahlul Ilm zegt, er is ijma dat een vrouw die moslim is geworden. Vrouw die moslim is geworden, dat ze zonder haar mahram naar hijra kan doen. En daar zit ijma in. Overeenstemming tussen Ahlul Ilm. Vrouw die moslim is geworden en dat ze hijra doet zonder mahram. Daar zit ijma in, naam. طيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.